Hoi, welkom bij mijn lookbook voor de herfst. Vandaag ga ik je 3 outfits laten zien voor het najaar. De eerste is een comfy outfit. Lekker op de bank, warm, binnen, dekentje, tijdschrift erbij, een kop koffie of warme chocomel. Lekker op mijn gemak, even goed ontspannen. Ik draag hier een top van H&M, een ketting van H&M en een horloge van DKNY. Wil ik toch nog even de deur uit, dan trek ik deze schoenen van New Balance aan. Hele gave sneakers met roze slangenprint. De tweede outfit is casual en geschikt voor buiten de deur. Als ik bijvoorbeeld iets ga doen met vriendinnen, ga lunchen, etc. Ik draag een nep leren jasje van Zara met een groene top van H&M. Dit vind ik een hele mooie kleur voor het najaar. Mijn ringen zijn van Swarovski. En de schoenen die ken je misschien nog wel uit de shoplog van vorige maand. Dit paar heb ik gehouden en vind ik super gaaf. Even mijn lipstick bijwerken. Matador van Catrice. En de jeans die ik aan heb is een high-waisted ripped jeans van H&M. Dan gaan we door naar de laatste outfit. Deze outfit is iets gekleder, bijvoorbeeld voor een avondje uit eten of naar de film. Ik heb mijn tas bij me van Celine met daarin mijn vlogcamera, die mag natuurlijk niet ontbreken. De jurk is van Minimum en het leren baseballjasje is van Mango. Mijn armband van Mulberry. De schoenen zijn van Unisa, prachtige groene enkellaarsjes. En een ketting van H&M. Dan was dit mijn lookbook voor de herfst. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Vergeet je niet te abonneren. En ik zie je graag de volgende keer weer. Doeg!